altijd lachen met serieuze dingen. Ja, hè? Ah, dus! Hé, hey, gastoen, wat doet jij nu? Nou, hier naar die bloemenbos. Excuseer me, meneer Koning. En wat kunnen wij voor u doen? Ik kom naar aanleiding van uw advertentie. U zit op zoek naar een manager? Dat klopt, ja. Ja. René Vlaaien. Dank u wel. Leo Martijn. Aangenaam. Dat is gastoen. Ik ben super blij dat ik mag meedoen natuurlijk. Het zijn historische gasten die waarschijnlijk nog eeuwen zullen meegaan. Je speelt een heel belangrijke rol en de man, ja, René Vlaaien, heeft een heel belangrijke rol gespeeld in hun leven. Hè? Ja, in hun carrière toch. Ik denk dat René Vlaaien wel met stip de belangrijkste persoon was in de carrière van Gaston en Leo. De persoon die Gaston en Leo uiteindelijk op televisie heeft gebracht, in de cinema heeft gebracht. De shows, alles en zo. Dus dat is echt allemaal te danken aan René Vlaaien. Ja. Hoe is het om die rol te spelen? Dat is even zoeken, hè, want René is echt ook veel jonger dan Gaston en Leo. Dus hij is ook wel echt het jong manneke, zoals het zijn die je nu gezien hebt. Zo is het ook effectief begonnen. Hè. René was het jonge manneke tussen die twee gasten, die al tonnen ervaringen hadden. Dus dat is zo wat zoeken, een beetje schipperen tussen het jonge, maar toch... René Vlaaien, de zakenman zijn in het echt. Dat is echt een zakenman. Om dat toch ook proberen te profileren. Als kijk, René was echt wel de drijvende kracht achter heel veel dingen. Hè. Je weet me dat je mijn tong en moet zeggen, hè, Schaart. Ja. We zitten in Prison. Het is middag, hè, we gaan eten en we gaan maken reuze op een stukje vlees. Oké, Schaart, en daarachter zie je dat je een plan hebt om te ontsnappen. En dat ik alleen maar een revolver en een proact nodig heb. Maar Robbe, ik kon deze zitten op dat wat naar mijn mond zetten. Maar deze daar pik dat ook niet. Oké, schat. Zolang dat je me alles geeft, dat ik hier nog zit, hè? Ik moet altijd lachen met serieuze dingen. Ik kan mijn lachen waar ik nooit bedwingen. Ik doe eigenlijk verschillende dingen. Ik zit in het ensemble. Dus ja, Gaston en Leo, als je Gaston en Leo zegt, zeg je natuurlijk showballet en zo. Dus daar zit ik zeker ook in. Maar daarnaast vertolk ik ook een paar rolletjes. Wilferdi, zoals jullie misschien hebben gezien in het fragment hier. Maar er zijn wel nog een paar andere dingen ook. Wat betekent het om hier in deze productie te mogen staan? Het is een cadeau. Het is echt een cadeau. Ik denk dat deze productie redelijk uniek is, omdat ze vrij kleinschalig is, maar toch eigenlijk een heel groot verhaal vertelt. En het is gewoon heel mooi geschreven. Het is een mooi thema. Gaston en Leo liggen een beetje mee aan de grondslag van de Vlaamse showbiz. Ik speel Mariette. Ik mag de vrouw spelen van Leo. Dus dat is fantastisch dat ik dat mag doen. Hoe is het om die rol te spelen als je weet dat dat toch ook een belangrijk figuur was in het leven van Leo Martijn? Ja, ik vind dat heel leuk om te mogen doen. Ook, we spelen echt een hele periode. Dus de kostuums, dat wisselt allemaal. Eerst zitten dan in de jaren 80 ineens. Dus ik vind dat echt wel heel leuk. Maar het is vooral ook, achter elke man staat ook een sterke vrouw. En zeker zo'n figuur, zo'n artiest, daar moet ook een heel sterke vrouw achter gestaan hebben. Die hem vooral ook steunde. En ook in moeilijke tijden die er voor hem was. En dat probeer ik te spelen. Ik probeer liefde te geven aan mijn Leo. Ik probeer warmte te geven. Dat is eigenlijk mijn rol. Op zijn Gens? Inderdaad, jong. Beklap me zo. In het Gens, klap me, ja. Ik speel de rol van Jenny. Dat is de vrouw van Gaston. Hoe is dat om te spelen? Dat was inderdaad wel even spannend toen ze me dat vroegen. Dus ik dacht, hoe pak ik dat aan? En ik heb contact opgenomen met haar dochter in de eerste plaats. En gevraagd, van, zou Jenny het zien zitten om met mij eens af te spreken? Dus ik ben met Jenny een pâtéke gaan eten. En dat was een hele fijne babbel. Ze heeft mij enorm gerustgesteld en ook gezegd van, kijk, ze weet, dit is theater, dit is een verhaal, dit is niet,
ja, dat is ook wel gemaakt, het is geschreven. Dus ze heeft mij ook wel wat de vrijheid gegeven om haar te zijn. Maar ook ja, dat van mezelf te maken. Heb je iets geleerd uit dat gesprek? Ben je iets te weten gekomen wat je eigenlijk voorheen niet wist? Dat ze... Hoe moet ik het zeggen? Ze is meer down to earth dan ik had verwacht. En dat was ook een van de eerste dingen die ze zei. Van, zorg ervoor dat ze wel leeft. En niet te koket, niet te madammerig. Dus als je opgaat, ga dan even door je waar dat het niet allemaal te afgelikt is. En daar moet ik hier ook, heb ik echt wel bewaak op. Dat ik denk van Jenny, ze moet leven. Dus, en niet te madammerig. Dus ik hoop Jenny dat me dat lukt om niet te madammerig te zijn.